Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag weer verder met de boekschroef. Gisteren heb ik die pijp erin kunnen zetten. Die heb ik vastgehecht met een verlijmingspasta. Die moet nu ingelamineerd worden. Ik moet dat nog schuren. Ik moet de buitenkant nog afwerken. Er moet nog kuppercoat op. Ik moet de schade nog wegwerken. Dus kortom, best wel een drukke dag. Dus ik moet gauw opschieten. En ik ga gauw naar de jachthaven. Ik heb net de binnenkant helemaal weer geslepen, glad gemaakt. En daarna de broekschroeftunnel erin gelamineerd. Gisteren had ik hem met een verlijmingspasta vastgezet om hem te hechten. En ik heb hem nu erin gelamineerd. Dus hij zit nu, is nu één geheel met de boot. Ik heb hier het staartstuk, het schroefje, de pakkingen. Dus ik kan nu zometeen het hele spul gaan monteren en dan is die weer waterdicht. En dan de buitenkant afwerken. Kijk, die gaten overigens die ik erin geboord heb in die tunnel, die zitten natuurlijk uit het midden. Want kijk, hij komt er zo in en anders zit die schroef niet in het midden van de tunnel. Nou, het staartstuk heb ik inmiddels gemonteerd. Dus daar komt... hier komt de motor tegenaan. Zo, de schroef is ook gemonteerd. Nou ga ik de boel verder afwerken. Nou, het is klaar. Het zat in de kuppercoat. Dat kleurt nog donker op. Schade is weggewerkt. Nou, ik kom net weer thuis. Het klusje is weer geklaard. De boegschroef is allemaal klaar. Dus het is prachtig weer. Dus ik ga of even een stukje met de cabrio rijden, of ik ga even lekker in mijn tuin hangen. Daar heb ik nou eens even lekker zin in. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video. Misschien morgen of overmorgen.